De Lucia Petrus MAVO is een katholieke MAVO in het centrum van de stad. Het is wat men zegt een zwarte MAVO. Een aantal mensen heeft dan ook gelijk de indruk dat het een onveilige MAVO is. Of een onveilige school. Dat is absoluut niet waar. Veiligheid is de allerbelangrijkste voorwaarde. Veilig en huiselijk. We willen het dusdanig doen dat we overal goed op elkaar kunnen letten. Elkaar goed aan kunnen spreken. En de school moet ook vooral niet te groot worden. Want dan loop je natuurlijk veel eerder de kans om verloren te raken. En dat er van alles en nog wat kan gaan gebeuren. Waarbij mensen zich niet veilig voelen. Dat betekent bijvoorbeeld, je komt binnen en je doet je jas uit. En dan ga je pas de klas in. Betekent ook dat we tegen de kinderen zeggen, zie nou eens de kinderen in jouw klas. Zie die nou eens als je broertjes of je zusjes. Daar heb je wel eens een keer wat mee. Maar je gaat elkaar niet vrolijk elke dag op het gezicht lopen te timmeren. Dus dat doen we hier ook niet. Wel moet je ervoor zorgen natuurlijk dat het niet een systeem wordt van Big Brother is watching you, alles wat je doet zien we. Er zijn hier ook geen camera's. Er zijn hier ook geen metaaldetectoren. Kluisjes doen we ook niet aan. Je let maar op elkaar en je let maar op elkaar spullen. Ik vind het hier best wel leuk. En je kent hier iedereen. Ja, het is een kleine school. Ja, eigenlijk kent de hele school die kent elkaar. Dus je hebt geen onbekende mensen. Je kan iedereen die schiet je te helpen als je nodig hebt. Het is gewoon gezellig altijd. Je hebt hier zeg maar leuke mensen op school. Je hebt meer vriendinnen. Ja, en dat was het. Ja, het is een gezellige school omdat je iedereen kent. Ja, het is ook een kleine school. Dit is een leuke school, de Lucia Petrus MAVO, omdat wij sowieso hele gezellige leuke leerlingen hebben die aan alles heel enthousiast meedoen. Bijvoorbeeld CKV, daar gaan we naar voorstellingen. Twee voorstellingen kiezen we zelf uit en twee gaan we met school. Ja, je hebt aardige docenten en ja, veel soorten culturen die bij ons op school zitten. Maar het is ook een leuke school omdat hier hele prettige collega's werken die echt samen met elkaar het beste willen voor de kinderen en daar ook heel hard voor werken. Ja, het is wel een gezellige school. Soms ga je met vriendinnen naar buiten of soms blijf je binnen als het regent, dan is het ook gezellig. Dus allebei de kanten zijn wel gezellig.